Hier is touw. Op. Kom op. Kom op. Robert. Nee, nee, nee. Hop. Hop. Shot. Kom maar, ja. Ja, Robert, vandaag. Vertel het verhaal. Ja. Ja, leeg, denk ik. Ik heb... Ja, we hebben gereden wat we waard waren. De 19e etappe was het vandaag in de Vuelta de España. En die is in alle opzichten een zware etappe geworden voor het Rabo-team. Ja, hij heeft het geprobeerd. De ploeg heeft het geprobeerd. Het was ook reëel om het te proberen, denk ik. Omdat hij zich vanochtend vrij goed voelde. In de start gaf hij het ook aan. Dat hij, ja, het ging wel redelijk. Maar uiteindelijk als de koers echt losbrak en het voluit ging, dan zat het er niet meer in. We zagen dat jullie hem zelfs naar boven duwden. Ja, ja, alles wat toegestaan is en wat je kunt doen voor hem, doe je. Maar op een gegeven moment houdt het op. En dat is niemands fout. Dat gebeurt gewoon. En nu? Nu ga ik eerst even lekker warm douchen, want ik heb het koud. In een Spaans café zagen wielerfans Geesink lossen. Om uiteindelijk met ruime achterstand totaal kapot over de streep te komen. Ja, ik denk dat 3 weken fietsen al zwaar genoeg is. En dan nog zo vallen. En je lichaam daar nog van, dat je lichaam daar nog van moet herstellen. Dat was voor mij een beetje te veel van het goede, denk ik. Het is keihard dan, hè, de topsport. Ja, dat is niet anders. Hè. Hij heeft al wat meegemaakt dit jaar. Tour en dan de Vuelta op deze manier. Dat zijn harde klappen. Ze zeggen altijd dat een renner daar sterker uitkomt. En daar geloof ik ook wel. Ja, en nu, wat moet je nu doen? Lekker douchen, want ik heb koud. En dan, dan zien we wel. Ja. Ik denk dat ik genoeg afgezien heb voor dit jaar. Teleurstelling overheerst uiteraard na de zware etappe van vandaag. Morgen, dan is de tijdrit in Toledo. En wie weet, Lachsboom misschien morgen? Dat wel. Die hebben we nog altijd en die is nog sterk. Die was vandaag ook goed. En die kan dan wel voor een verrassing zorgen.